Op dit moment, ik ga een vergelijking maken tussen twee lenzen. Een betaalbare lens zijn deze 35mm 1.4 lens. Een echte allround lens heb ik op mijn X-E2 gemonteerd. Eigenlijk gewoon omdat het dezelfde sensor gebruikt als mijn X-T1, waarmee ik deze ga vergelijken. Dus de sensors zijn dezelfde. Dat is de X-T1 met dezelfde sensor. Maar een andere lens, de 56mm 1.2. Ik ga de twee lenzen op 1.4 gebruiken. 1.4 omdat 1.4 de maximum opening is van die andere lens. Dus dan kan ik dezelfde sensor, dezelfde lensopening. Het grootste verschil tussen die twee lenzen is dat dit een echte portretlens is van rond de 800 euro. En die andere is een standaard lens van rond de 400 euro. En ik ga portretten maken van de jongste als ze de kippen eten geeft. Ik zal het wel open doen, ze voor jou stellen. Ik zie het. En nu duwen tegen de poort. Duwen, dat is trekken. Duwen. Duwen, ja. Is het zwaar? Ja. Kippetjes hebben precies honger. Voilà, duw nog een keer. Ja, gaan we al binnen. Het is interessant licht in die zin dat dat net geregend heeft. Alles is nog nat, dus het is ook in regentenu. Het kan elk moment opnieuw regenen. Wat hij hoort zijn knallen om de vogels af te schrikken op de velden. Het is heel de dag aan het regenen geweest. Het is vrij bewolkt. De zon steekt daar nu net uit. En ik zie dat ze al volop eten aan het geven is. Strooi maar mooi rond, hè. Dus ik zal snel eens de twee lenzen erbij nemen. En ik zal mijn best doen om dezelfde foto's te maken, zodat je echt een vergelijk hebt. Ziet dat je niet valt, het snolletje. En om dat te kunnen doen, ga ik uiteraard moeten bij de 56mm meer achteruit gaan en bij de 35mm meer dichterbij komen om ongeveer dezelfde uitsnede te bekomen. Ik zal de resultaten delen. Maar ik wil vooral aantonen dat eigenlijk met die goedkopere, dus die lens die half zo duur is, dat je ook heel goede resultaten kunt bekomen. En uiteraard, we gaan portretten maken, dus die portretlens zal net iets beter zijn. Maar prijs-kwaliteitsgewijs is die standaardlens niet te kloppen. En het handige aan die standaardlens is, die portretlens kun je bijna alleen maar voor portretten gebruiken. Terwijl zo'n standaard lens kun je ook voor landschappen, voor architectuur, voor omgevingsportretten en zoveel meer gebruiken.